1950 PK bedacht een fiets-kunstknooproute. Het is een fietsroute waarbij je gewoon knooppunten volgt, maar deze route brengt je naar verschillende kunstlocaties in de gemeente Ede. De route is zo'n 40 kilometer en tussendoor kun je een kijkje nemen bij musea of een drankje drinken bij verschillende horeca op de kaart. Nou, de fietskunstknooproute dat hebben we verzonnen omdat we bij 50 pk een nieuwe kunstruimte in Ede dachten, nou, het gaat goed met de bezoekers, maar we willen eigenlijk dat veel meer mensen ervan weten en hoe gaan we dat nou bereiken. En nou ja, mensen lezen bijna geen kranten meer. Nou, we doen wel van alles op social media, maar toen dachten we iets actiefs. En hier, nou, we wonen in een prachtige omgeving en mensen houden van fietsen. Toen dachten we, gaan ze via die knooppunten die er al zijn. En dan langs allerlei kunstroutes. En wij zijn een kunstlocatie in de gemeente Ede, maar er zijn nog veel meer. Ja, dus het is, ja, we staan nu voor jouw galerie, ja, maar we komen zo meteen ook langs, bijvoorbeeld het Tegelmuseum. Ja, we hebben gekozen voor de wat kleinere kunstlocaties, zodat je dat ook echt in die route kan inpassen. Want als je naar een groot museum gaat, dan ben je misschien wel een halve dag daar. Dus dan is dat niet zo handig. Dus we hebben echt wat kleinere plekken en kleinere musea, galeries en ja, kunstlocaties zoals deze, ja. Ja, zodat je er ongeveer een half uurtje max aan kwijt bent. Ja, max. Hier ben je in 2 minuten klaar en in nou, een ander plekje misschien een half uurtje. Maar dan is het, als je het over een dag verspreidt, goed te doen. Ja, want hoe lang is de route zelf? De route is 40 kilometer. Dat is best pittig. Dat is wel pittig, maar je kan hem natuurlijk ook in 2 lussen doen. Je kan hem inkorten, je kan maar naar 1 ding gaan, dat kan ook. Dus ja, je bent er zelf vrij in. Ja, van waar kan je ongeveer beginnen? Je kan sowieso hier in Otterlo beginnen. Zijn er ook andere locaties waar je kunt starten? Ja, vanaf elk knooppunt feitelijk in de omgeving. Ja, in de omgeving. En ja, hij komt niet in Bennekom. Nee. Daar had je al een keer een vraag over gehad. Maar ja, dat is natuurlijk een hele bewuste keuze geweest. Hij komt in Ede en in welke dorpen nog meer? Hij gaat, deze route gaat via Ede, Otterlo, Harskamp en dan over Wekerom naar Lunteren. Maar eigenlijk niet een hele bewuste keuze om Bennekom niet aan te doen. Maar we zijn gewoon ergens begonnen. En je moet het ook zorgen dat het op een kaart past. Dus, ja, en 40 kilometer is al best wel een afstandje. En de lus naar Bennekom. Ja. Nou, misschien in de toekomst zou dat nog best kunnen dat we een nieuwe maken. Ja. Ja, of het iets toevoegen. Ja, dat zou kunnen. Wat zijn jouw favoriete stukjes van de route? Nou, ik vind een stukje bij Lunteren heel mooi. Daar ga je zelfs een beetje off-road. Het is wel gewoon via de kunst of de knooppunten, maar het is een heel mooi, daar zit een heel mooi stuk. En ik denk dat een stukje tussen de Ede en de Mossel is ook erg mooi. Dus ja. Eigenlijk is die overal mooi. Ja. Nou, is die route is te downloaden. Heb je wel een beetje zicht op wie hem fietsen? Nou, eigenlijk niet zo heel erg. Maar we horen wel dat de kaarten goed mee worden genomen. Dus, maar ik heb nog niet. Ik ben veel weg geweest. Dus ik moet de mensen in het wild nog tegenkomen. Dat ik denk, oh, ze hebben die kaart en ze zijn hem aan het fietsen. Ja, over de kaart gesproken. Hoe kom je eraan? Aan de kaart. Oh, de kaart die. Ja. Ik bedoel, misschien wil ik hem wel fietsen. Nou, op alle kunstlocaties ligt hij. Hij ligt bij de horecalocaties, die op, eigenlijk bij alle punten waar je langs fietst. En bij de plaatselijke VVV's in de dorpen en in Ede. Ja, dus het is ook een goede vakantieactiviteit. Het is een hele leuke vakantieactiviteit, denk ik. Ja.